YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik Cartoon Bonnie erbij pak voor een 10. Eng. De vorige keer checkten we het verhaal van PJ. Hoe is hij ontstaan? Het was zielig. En direct daarna vroeg ik mij af, hoe zit het met Bonzo Bonnie? En dat gaan we vandaag checken. Ik zeg het maar, het kan volgens mij best zielig zijn. Dus probeer je ogen droog te houden. Oké, we zien hier een jongetje voor allemaal knoppen staan en de moeder praat met een professor. Het jongetje is goedgekeurd om mee te doen aan een experiment. Tenminste, daar lijkt het op. En hij vindt het niet leuk. Hij kijkt naar buiten en hij krijgt taart. Taart is lekker. En hij denkt ook, jee, taart is lekker. Dus hij eet de taart. Tot nu toe, niet zoveel te maken met Bonzo Bonnie, maar oké. Het jongetje valt in slaap na het eten van de taart. Het is slaaptaart. En als die wakker wordt... Nee. 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 Niet waar. Nee. Oké. Oh nee. Dat experiment waar dit jongetje geschikt voor was. Oh my gosh, de hand van Mommy Longlegs. Was een experiment om hem te laten veranderen. In Bonzo Bonnie. Dus PJ, hebben we de vorige keer gezien, was eigenlijk gewoon een puppy. En Bonzo Bonnie was... Een mens? Oké, schijnbaar is er een deel 2 van dit verhaal. Oké, dit is het jongetje die natuurlijk verdrietig is. Omdat hij geen persoon meer is. Het is Bonzo Bonnie. En wat gebeurt er? De hand van Mommy Longlegs. Oh ja, dat zagen we net inderdaad. Oh snap, wat gaat ze doen? Nee. 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 Doe het niet. Oh, ze komt hem troosten. En Bonzo Bonnie, oftewel het jongetje, loopt met haar mee. En Mommy Longlegs stelt hem voor aan PJ en de Huggy Buddies. Oké, PJ ziet er aardig uit. Ik bedoel, zijn verhaal kennen we. En Bonzo Bonnie lijkt zich er thuis te voelen. Wacht, heeft dit verhaal dan toch een soort van goed einde? Is dat hoe ik het moet... Oké. En van Mommy Longlegs krijgt hij de instrumenten cadeau die hij gebruikt in het chapter 2 spel. Waarbij hij dan zo naar beneden komt. Dit is zo raar. Wacht even. Zag ik dat goed? Je ziet Bonzo Bonnie met zijn vrienden. Maar als je dan Mommy Longlegs ziet... Wacht even. Willen ze hiermee zeggen dat Mommy Longlegs ook een mens was? Volgens mij hebben we gelijk een reden voor de volgende video. Spam dan ja in de comments. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. En daarom gaan we maar gewoon verder naar deze volgende video. Waarbij we Huggy Wuggy het Bonzo Bonnie spel zien spelen. Huggy Wuggy, ik zou aan de kant gaan. Nu het nog kan. Nu het nog kan. Oh my gosh. Hij gaat gewoon door Huggy Wuggy heen. Ja, Huggy Wuggy. Ah, Huggy Wuggy is hier niet voor gemaakt. Bonzo Bonnie plus Poppy Playtime. Oh my gosh. Oké. Bonzo Bonnie plus Huggy Wuggy. Oh my gosh, dat ziet er zo creepy uit. We checken nu een filmpje wat zou zijn opgenomen in de backrooms. Zie ik het goed? Zie ik het goed? Ik zie het schils met een instrument en een groen hoedje. Volgens mij. Volgens mij is dat Bonzo Bonnie. Oh nee. Kan ik mijn ogen weer open doen? Alleen als je taco's hebt! Nee, Bob. Maar nu ben ik toch echt benieuwd. Hoe zit het met Mommy Longlegs? Want hoe lang we haar ook al kennen, we hebben nog steeds geen antwoord op die vraag. Wat is het? Door wie is ze gemaakt? Is ze van Suikerspin? Ik heb zin in Suikerspin. En nu we weten dat PJ dus eigenlijk gewoon een hondje was. En Bonzo Bonnie gewoon een mens. Hoe zit het met Mommy Longlegs? Ik bedoel, ik zeg het je. Wat heeft dit te betekenen? Ik ga Bonzo Bonnie proberen te maken in Roblox. Oké, we kopen de broek erbij. We kopen de konijnenoren. We kopen de grappige ogen. En we kopen dat lieve... niet zo lieve gezichtje. Aanschouw mijn zelfgemaakte Bonzo Bonnie met een grab pack. Dat heb ik nog nooit gezien. Hij lijkt er best wel op. Wat vind jij? En oh my gosh. Ik ben hier met een reden. Want ik wil het namelijk beter. En daarom... Oh yes! We zijn Bonzo Bonnie. Kijk hoe die op en neer vindt. Het is gewoon zo schattig. Ook al vind ik het verhaal dus echt heel zielig. Ik vind hem er gewoon zo cute uitzien. No way! Dit zijn Oh. Het werkt niet. Dit zijn letterlijk de Huggy Buddies. Blauw, groen, rood en geel. Nou ja, Bonzo Bonnie is geel en het gaat om Bonzo Bonnie, dus... Oh, dit is zo cute. Wat is jumpscare? Oh, wat doet? Wat was dat? Jumpscare. Zo schattig. Maar er is hier nog een Bonzo Bonnie. Ah, dat is waar ook. De Bonzo Bonnie uit Friday Night Funkin' is ook echt super bekend. En dat is degene die wij net waren. Maar dit hier is de officiële Bonzo Bonnie, zoals we hem zien in chapter 2. Wat gebeurt er als we op jumpscare klikken? Oh, snap. Oh my gosh. Dude. Wat? Maar Bonzo Bonnie gaat op zoek naar iets bijzonders. Oh nee, Huggy Wuggy is weg. Dat blijf ik eng vinden om te zien. En volgens mij moet ik hierin. En dan zou hier iets moeten zijn. Oh,
Kan ik hier naar boven? Ja, ik ben het aan het meenemen. Shadow Longlegs. Shadow is natuurlijk een soort van... Sorry. Een soort van duistere Sonic. En er is nu een Mommy Longlegs variant van. Maar we zijn op zoek naar iets anders. Iets spannenders. Oké, volgens mij moeten we hierheen. Dan drukken we op deze knop. En dan moeten we door deze deur. En als we dan via deze... Oh, daar is het. En als we dan hier deze videoband meenemen. Dan moeten we daarmee. En hou je vast. Naar het spel van PJ. Ik weet eigenlijk niet wat ik zieliger vind. Het verhaal van PJ was best wel zielig. Maar dit verhaal was dat zeker weten ook. Oh, deze laatste sprong is bijna niet te doen. Dus weet je wat? Ik gebruik mijn grab pack. Ik moet namelijk deze kant op met de videoband. Oh, snap, dit is zo eng. Oeh, niet van de muur vallen. Of eigenlijk van de buis. Oké, we zijn boven. Als we namelijk met deze videoband volgens mij naar deze tv gaan, krijgen we een film te zien van een stoel in een kamer. Gebeurt er nog wat? Hallo? Kamer? Stoel? Cool? 1, 2. Oh, wat was dat? Oh my gosh, dat was een meisje met lang haar. Niet dat dat per se eng is, maar... Nice! Aanschouw, Mommy Longlegs. Als spook. Kunnen we haar hoofd, gezicht zien? Oh my gosh, dat kan niet. Als spook. Dit is Samara, volgens mij. Een soort van spookmeisje. Meisje, spook, spookmeisje. Uit de tv. Dit is zo creepy, dude. Maar we zijn op zoek naar nog iets anders. Een nieuw lid uit de familie Longlegs. En ik heb geen idee of dit alleen een gerucht is. Of dat dit klopt. Maar daar gaan we achter komen. Ik moet namelijk een van deze toiletten in, volgens... Volgens mij is het deze. En dan moet ik helemaal naar de hoek. Een bril. Van wie kan die bril nou weer zijn? Oh, aanschouw. Opa Longlegs. Dude, dat is een... Waarom gaat hij met zijn ogen naar beneden als hij springt? Wilt hij kijken dat hij niet door de vloer zakt? Oh, deze is zo cool. Let's go. Oké, dit is echt super onhandig. Ik kom hier namelijk net vandaan. Alleen ik kom er net achter dat ik iets over het hoofd heb gezien. Letterlijk over het hoofd. Zeg maar boven. En je kunt het al een beetje zien schijnen als je goed oplet. Oké, hoe gaan we dit doen? Volgens mij moet ik dan hierop. Oh my gosh, hoe kom ik daar? Wacht, ik heb een plan. Come on, dude. Oh, snap. Ik neem het mee. Wat is dat? Wacht even. Wat? Aanschouwen. Mr. Beast, Mommy Longlegs. En die zat gewoon daarboven. Ik had het net niet eens gezien. Oh, mag daar niet zwemmen. Oké. Maar nu ben ik toch wel heel benieuwd. Het spel van Banzo Bonnie draait natuurlijk om kleuren. Ik zag iemand vallen. Maar hoe goed is die daar zelf in? Daar gaan we achter komen. We spelen namelijk Color Block. Een spel... waarbij je op de juiste kleur moet staan. En eigenlijk is het spel van Banzo Bonnie dus niet veel anders. Want daar moet je op de juiste kleur drukken. Oh, de vloer is weg. Ik denk dat ik het spel van Banzo Bonnie, niet zeggen tegen PJ natuurlijk, misschien wel het leukste spel vind in chapter 2. Ik vind Wag & Huggy echt super irritant. Laat ik dat maar gezegd hebben. Die Huggy Buddies zijn zo snel. En ze zijn met zoveel. Het is gewoon bijna niet mogelijk om dat spel in één keer te halen. Tenzij je een pro bent. Aangenaam, ik ben geen pro. Oh, iemand zweeft! Oh, ik wou al zeggen, wat is dat nou? Oké, come on, we got this. Hoop ik. Misschien. Hey, geel, dat is de kleur van Banzo Bonnie. Ga weg van mijn geelheid. Oh nee, oh nee, oh nee. Oeh. Ja, Banzo Bonnie. Hey, ik moet zeggen, hij heeft zichzelf bewezen. Abonneer voor meer en adios.